Hallo chappelinertjes van Just Us Perkamentus, welkom bij een gloednieuwe video. Het is eindelijk weer eens tijd voor Soundtracks Top 10. Dit is erg lang geleden en dat klopt. Ik kwam er eigenlijk pas net achter van, hey, ik heb eigenlijk nooit van de Galar regio van Pokémon een Soundtrack Top 10 video gemaakt. Dus ik dacht, dat wordt een keertje tijd. Ik moet zeggen, het was best pittig, want er zitten wel leuke liedjes tussen. Echt, de top is echt wel oké, maar om de rest te vinden, ik kwam in ieder geval net aan 10. Bij de andere, andere regio's had ik daar iets minder moeite mee. Maar ik ga jullie laten zien wat mijn top 10 is van de Galar regio. Op nummer 10 staat BD's Battle Team. Dit is een battle team dat je meteen het gevoel hebt, oké, er staat hier iets op het spel. Dat is best wel snel, zeg maar, rapid, zoals ik het wel eens noem. Je krijgt meteen echt een up-tempo, dus het is ook niet van langzame opbouw. Het is meteen in de fight. Je weet van, oké, dit is belangrijk, dit is een rivaal, ik moet deze verslaan. Als je een dark Pokémon hebt, dan is het zo geklaard, omdat hij natuurlijk alleen maar psychische Pokémon heeft. Maar het muziekje is in ieder geval nice. En op nummer 9 staat Route 3. Route 3 is voor mij nostalgisch. En dan denken jullie, nostalgisch? Die game is pas net uit. Hoezo is deze tune nou nostalgisch voor jou? Nou, het zit zo. Ik heb deze tune zoveel gehoord. Als ik dit hoor, dan denk ik meteen aan Shiny Hunter, Shiny Hunter, Shiny Hunter. En omdat ik de eerste paar weken alleen maar heb geshiny hunt, denk ik alleen maar terug van, oh ja, deze game, oh ja, ik heb daar zoveel tijd doorgebracht. Ik heb al meer dan 200 minuten of 200 uur in Sword and Shield zitten. En deze tune laat me echt wel meteen terugdenken aan die goede oude shiny van die tijd. Op nummer 8 staat Hammerlock. Dit liedje is voor mij meer van het ontdekken van deze game. Je komt voor het eerst een beetje te zien hoe zo'n grote stad in deze semi-open world game er eigenlijk uitziet. En het is best wel vriendelijk. Je hebt op dit moment nog geen gym verslagen. En het is hier echt een soort introductie naar de grootte van de game. Dus vandaar dat deze in mijn lijstje staat op nummer 8. Op nummer 7 staat Route 10. Dit liedje moet me eigenlijk een beetje aan space denken, aan de ruimte. Nu heeft het natuurlijk helemaal niks met deze route te maken, maar dan moet dit liedje me wel aan denken. En ik vind het best wel lekker om naar te luisteren. Rustig en het laat je echt op de atmosfeer, zeg maar, letten. En dat is heel vet in deze route, in deze sneeuwroute, daar hou ik natuurlijk van. Dus dat vond ik wel heel lekker aan dit nummertje. Op nummer 6 staat de Battle Team van Oleana. Zoals jullie weten is Pokémon echt super goed in de Battle Teams. En dit is een heel bijzondere Battle Team. Ik vind namelijk dat dit Battle Team een beetje aan ander soort RPG's, zwaardvecht RPG's moet denken. Als je denkt aan Chrono Trigger of aan van die Conquest spellen, dan vind ik dit echt een perfecte nummer om op de achtergrond te hebben. Het geeft echt aan van ik moet hier winnen, het wordt spannend, maar ik ga ervoor.
Op nummer 5 staat Storming Rose Tower. Storming Rose Tower, moet me maar aan één ding denken. En misschien horen jullie het ook wel. Ik moet dit gewoon heel erg denken aan een Mario Kart liedje. Ik vind het heel erg blij. Misschien helemaal de juiste mood waar we op dit moment in de game zijn. Maar het is wel echt gewoon heel vrolijk. En ik moet echt meteen aan een soort Rainbow Road tune denken. Op nummer 4 staat Ballonlea. Dit liedje is heel erg mysterieus en in combinatie met de achtergrond wat je ziet, een prachtige stad, is het gewoon eigenlijk kippenvelgevend, dit liedje. Het is heel erg mysterieus, misschien zelfs een Professor Layton-achtig mysterieus. Ik vond het in ieder geval heerlijk. Op nummer 3 staat Glimwood Tangle. Over Professor Layton liedjes gesproken, dit is er toch ook echt één. Net alsof je een puzzel aan het kraken bent, maar daar moet het natuurlijk niet om gaan. Ik hou wel heel erg van dit soort liedjes, daarom dat ik hem ook zo hoog in mijn lijstje heb staan, omdat ik het gewoon echt heerlijk vind om naar te luisteren. Maar die mysterieus en dan weer met die achtergrond wat je ziet, is echt prachtig. Op nummer 2 staat de Battle Team van de Battle Tower. Dit liedje doet gewoon heel erg goed aan het feit dat het echt een opkomsttune is voor in een stadion. Dat vind ik in ieder geval zeker het begin van het liedje heel erg weergeven. En ik vind het gewoon heerlijk. Uptempo hou ik van en weer echt die drang om goed te presteren zit in dit liedje. En op nummer 1 staat de Battle Team tegen een gym leader. En in het begin zou je denken van dit is best wel een casual gym leader song. En dat is het op zich ook. Maar op het moment dat je Dynamax en dan verandert het liedje. En dan hoor je gewoon het publiek in het stadion meezingen. En dat vind ik echt geweldig. Dat geeft echt die gym battle dat het heel belangrijk is dat het nu goed gaat. Dat heb ik wel vaker gezegd in deze video, maar bij deze vind ik het allerbest. Ik vind dit echt een heerlijk liedje. En elke keer weer als ik een gym battle doe, denk ik van nice dat ze dit zo hebben gedaan. Heel erg bedankt voor het kijken van deze video, de top 10 liedjes van de Galar Regio. Ik hoop nog meer top 10's te maken. Als je het leuk vindt, doe een duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal. En geef in een reactie achter van welke game ik de volgende keer de top 10 soundtracks moet doen. Ik zie het graag. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Adios, amigos.